Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe One Shot Life. Wauw, ik ben ook echt degene die doodgaat. One Shot Life Complay hier op mijn kanaal Jarask Gamer. Vandaag spelen wij op de map Defender en One Shot is natuurlijk een game mode waar iedereen, maar ik echt serieus, iedereen een sniper in gebruikt. En de enige gun die je mag gebruiken is natuurlijk ook de sniper en je vuist. Dat is een beetje jammer natuurlijk dat dat er nog wel in zit. Maar oké, Call of Duty. Dat mag nog wel een klein foutje, maar we gaan natuurlijk kijken wat wij kunnen gaan verrichten met onze sniper. Ik ben zelf niet de beste sniper persoon die er is, maar ik doe natuurlijk mijn best voor jullie. En ik dacht, weet je, we gaan vandaag gewoon twee potjes achter elkaar spelen. Dus dit is potje nummer 1. En we spelen zo meteen gewoon nog een potje erachteraan, gewoon natuurlijk. Zodat het wat langer duurt voor jullie. En mocht je nou een challenge of zo voor mij hebben in deze game mode, van haal, laten we zeggen, 15 gunstreak met de sniper. Terwijl iedereen dus ook een sniper gebruikt. Dan kan ik dat ook voor jullie proberen te voltooien. Dus laat me weten, jongens, in de comments. Scroll even een stukje naar beneden, laat iets leuks achter en dan ga ik het gewoon proberen te voltooien. Want deze game, want ik weet niet hoe lang het erin blijft, maar het is echt super awesome natuurlijk om te spelen. Want ja, iedereen heeft een sniper, zo makkelijk is het. En je hebt geen last meer voor campers of zo. En iedereen rent lekker rond. Iedereen die zit ook lekker te quickscopen, et cetera, et cetera. Ik zit dan soms nog wel te hardscopen. Oké, sorry. Maar het is echt awesome, dat is eens wat ik kan zeggen. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar dankjewel voor de kill. Je hebt ook gewoon standaard een UAV aan staan, gelukkig. Waardoor je natuurlijk nog wel eventjes de UAV kan inroepen. En daardoor kan weten... Niet mijn teammate knijven! Kan weten waar de enemies lopen. Dus daar ben ik wel blij. Omdat ze dat wel eventjes natuurlijk hebben ingemaakt. Awesome, system hack. Oeh. Het is de eerste keer dat ik een system hack aan deze game mode. Awesome. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Maar dankjewel Call of Duty. Dankjewel. Zoals jullie weten is de enige sniper waarmee ik kan spelen is de variable zoom sniper. Daarom gebruik ik die ook niet meer. En er is ook maar één class met de variable zoom erin. Dus... Ja, dat is een beetje jammer voor mij, maar... ja, weet je, het zal wel. Zo erg is het ook weer niet, hoor. Zo erg is het ook weer niet. Dankjewel, teammate. We zitten gewoon op een 10 streak, man. Ik roep even die system hack van me in. Dan worden de enemies heel blij mee. En dan moet ik weer even kijken of ik een UAV kan halen. Want ik weet nu niet meer waar de enemies precies zitten, natuurlijk. Dus... Wat de... Ik mis hem ook nog. Even zonder grap. Ik mis hem. Ja, dan ga ik dood. Ik miste hem, man. Hoe kon ik die ene... Fuck, ik zat hem zo hard te hardscopen, hè. Ik deed mijn best om te hardscope raak te kunnen schieten. Alleen, het ging gewoon helemaal verkeerd. Zo makkelijk is het. En, oh shit. Ik moet denk ik mijn sensitivity wat omhoog zetten, man. Hij staat al fucking hoog voor mij, in principe. Alleen, als ik raak wil snijden... Want ik kon hem net ook niet bijhouden. Dus als ik echt goed wil kunnen snijden, moet ik hem denk ik nog ietsje omhoog krikken. En die lopen allemaal hier, man. De teammate zit keihard in de panade hier, hoor. Teammate... Oh, je hebt ze allemaal, teammate. Let's go. Extra hoever. Oh, kut. Ik wou hem hardscopen, man. Maar dat ging niet helemaal goed. Wat een mongolen, die enemies. Holy shit, we pakken ze even hard, man. Zo. Let's go. Nog één keer, dan heb ik alweer een nieuwe system hack, joh. Holy shit. Godverdomme. Sorry vriend, maar ik wou mijn system hack. Ik mocht eigenlijk niet nijven, dat zei ik vorige keer toen ik deze game was spelen. Maar sorry jongens. Sorry, het moest even. Ik moest even nijven, sorry. Niet boos worden alsjeblieft. Zo, de viel... Oh, de... Huh? Er ging een teammate van me dood achter me doordat dat ding ontplofte. Geniaal, ik heb een UAV voor jullie jongens. Pukje zit er alweer bijna op. Er zit ook iemand lekker doorheen te schreeuwen. Goed je microfoon ook gewoon aanzetten. Want dan moet ik moeite doen met je fucking te muten. Zet je microfoon gewoon uit als je Call of Duty speelt. Zit met een moeder te praten, hoor je moeder op de achtergrond schreeuwen. Stop nou met PlayStation! Hè! En dan komt een oma aan. Hé, wat is dit voor schietspelletje? En dan komt de vader aan. Ik trek het internet eruit, hoor. En ja, dan horen wij dat allemaal op die microfoon. Omdat jij hem bent vergeten uit te zetten. Die voor je. Oh, het tsunami komt er ook nog eens aan. Oh. Tsunami warning. Zullen we daar maar even op gaan letten, hè? Er loopt er hier een onder me. Oh, die is gepoept. Ah, kut. Ja, lekker. Ah, shit. Er stonden er zoveel naast, man. We hebben al 25 kills. Er moeten nog 10 kills worden gemaakt. Zit het potje erop. Let's go. Uit de lucht. Skeet shooter. Oh, wat? Hoe kon die misgaan? Ik zag die kogel langs die enemy vliegen, man. Ah, en dan killt hij me ook nog. Wauw. Ik dacht serieus dat hij raak was, man. Die kogel van mij. Maar ja, het tegendeel bewijst het. Hij was niet raak, Jan. Nee, dat had ik door. Nee. Helaas had ik dat door. Godverdomme.
Hey, jongens, dit is 3 tegen 1. Ja, dit is 4 tegen 1. Dit is niet eerlijk meer. Dat was fucking 5 tegen 1. En we hebben nog verloren ook. Ik heb 2 systemax voor jullie ingeroepen, teammates. Ik geef mijn teammates schuld. Nee, dat doe ik niet. Ik heb zelf ook gewoon 10 deaths binnengesleept. Dus ja, weet je. Dat was wel een leuk potje. 26 kills hebben wij kunnen binnenslepen. Een enemy ging wel base. 29 om 12. Maar we spelen natuurlijk nog een potje erachteraan. Dus ik hoop jullie ook te gaan zien bij het volgende potje. Dus tot zo, mensen. Alright, boys. Welkom bij natuurlijk game nummer 2. We spelen natuurlijk weer de one-shot. Godverdomme. Ik wist niet of ik moest schieten. Er stonden er 4 in mijn richtpunt. Ik dacht, weet je. Ik ben dood. Ik wist niet of ik moest schieten, man. Er staan er zoveel mensen. Dan moet je gaan kiezen van. Dus moet ik die afknallen of moet ik die afknallen? Die dus nu. Maar dan schiet je altijd de verkeerde af, helaas. Althans, dat heb ik dan altijd. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik in ieder geval wel. Oké, maar spelen op map recovery zoals de meeste van jullie wel al hebben gezien. En we hebben natuurlijk weer allemaal een sniper in onze handen. Dus ik zou zeggen, kom erop, enemies. Kom erop. Er zit er een naast ons, jongens. Er zit er een naast je. Oh, teammate, pak hem. Ik hoop dat je hem hebt, anders zijn wij er zo meteen de lul. Lekker nice kill, teammate. Holy shit, balls. Uh-oh. Uh-oh. Ja, ja, ik zag hem niet meer. Ik was hem aan het opzoeken, man. Maar hij is een dakje opgegaan. Awesome, jongen, deze game. Echt waar. Het maakt me ook niet uit of ik dood ga of zo, man. Schijt aan die deaths, ik zweer het je. Het gaat er alleen maar om dat je fun hebt in deze... Kuthoever, ga uit! Zet je die hoever uit! Ik zweef in de lucht, ik dacht, hey, ik wil naar beneden! Maar ik kwam niet meer naar beneden. Ah, kutjes. We staan wel voor, we staan wel voor. Ik vind het goed. Teammate, teammate, teammate. Even zonder grap. Yeah! Woo! Zo, ik zag hem te laat, man. Dan heeft hij het voordeel daar al achterin. Ah, dat is wel een campje, hoor, die fans. Zo. Ze zijn er dus nog wel, helaas. Maar, wat, er waren weer 5 man voor me, joh. Ik vind het heel leuk als er 5 man voor me staan. Maar dan kan ik het echt niet overleven, jongens. Spring de lucht in dan. Of loop naar achter. Ook goed, dan kan ik je ook. Dikke hardscope was dat, by the way. Maar dat zagen jullie zelf ook wel, hè. Ik ben geen goede sniper, dus ik ben legaal om te hardscopen. Daar komt het op neer. Ah, naast me eentje. Jammer. Kom op, boys. We gaan dit winnen. Zo'n leuke game mode, jongen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah, nee. Ik verneuk mijn feet. Nee. Nee, we beginnen zo hard. Holy shit. Holy shit. Zo, dat was één dikke fucking kill daar, hoor, jongen. Zo, de knetterkut. Die ging lekker. Die ging nou echt even lekker. Zo, ik weet niet wat ik deed, maar dat maakt ook verder niet uit. Het gaat om het idee dat ik even bezig ging, natuurlijk. kut, ga uit, kuthoever. Ah, fucking hell. 16 op 10 staan, man. We staan weer MVP. Ah, hij zat... Nee! Waarom kill je dan niet, teammate? Oh, ik dacht dat het een teammate die al had. Hij stond nog steeds naast me, man. Kutjes. Teammate, fuck jou, man. Fuck jou. Allemaal jouw schuld. Wauw, hoe kon die nou weer misgaan? Dankjewel. Teammate, kijk nou uit, want er zitten daarheen. Heb je hem nou? Kogels, die vliegen alle kanten op, behalve de goede kant op. Sorry, dan moest ik even... Kutzooi. Ik wist dat er één achter me zat, daarom wou ik hem nijven. Alleen daarom ging ik nu wel dood. Helaas. Let's go. Let's go. Komt er nog eentje, want ik zit te hardscopen namelijk. Ah, mijn hardscope werkte niet. Ze komen nu hier, man. Ze komen hier. Jee, Exo Hoover. Nog één. Ah, shit, hij is al voorbij. Jammer. Oh, kut. Hij zit ook met zijn Exo Hoover te kutten. Ah, shit, is zo fucking retarded gun battle. Yes, ik heb hem. Wow. Wij hebben gewonnen, jongens. Wij hebben gewonnen. Ah, shit, zo, we hebben niet gewonnen. Komt nog 9 kills te gaan, dan zit het poekje er alweer op. Nog 8 kills. Ik wil nog kijken of ik 2 kills kan oppakken. 2. 2 moet lukken. 1. Nee, ik wil er nog 1. Nog 1. Gun mij die laatste kill. Allemaal oprot. Ik wil nog 1 kill. Nee. Hij zit er boven op dat kutding. Ah, nee, ik wil nog 1 kill. Kut camper, kom hier. Oh, kut, ik mis hem. Hij mist mij ook, gelukkig. Oké, dat was mijn ene kill die ik wilde. Ja, die laatste gaat sowieso niet lukken. Oké, kill de laatste, maar we hebben gewonnen. Awesome game mode, mensen. Als jullie hebben genoten van dit live compleetje, 2 one-shot potjes achter elkaar. Geef dan natuurlijk duimpje omhoog, mocht je een challenge of zo voor me hebben. In deze game mode, laat me dat natuurlijk ook weten. Volgende keer zou ik ook wel zo'n Iron Scope Clash gebruiken of zo. Want dat kan ik helemaal niet namelijk. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet me niet te liken. En tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.